Richting vlammetjes wandelen, ja. Tu verras, la mer va s'ouvrir. Ah, de zee gaat open. Un chemin va se dessiner. Et au bout du chemin, het einde van die weg, ja. Tu verras trois pots. Drie potten. Ik zat daar op een bankje wat na te denken toen er een kraanvogel met deftige stappen op mij afkwam. Ik ga even voor doen. Ik ben Frank Goubij, leraar Nederlands aan het Sint-Jozefs College in Beringen. Wij komen voor de vierde keer naar het Vertelfestival, vier keer op rij. Wij komen ieder jaar eigenlijk opnieuw terug, gewoon omwille van het aanbod, leerlingen laten kennismaken met verhalen uit andere culturen, andere samenlevingen enzovoort. En het is ook iedere keer op een boeiende manier gebracht. En daarvoor willen ze hen eigenlijk daarmee laten kennismaken. Voornamelijk ook omdat het in het Nederlands, of in het Frans, of het Engels gebeurt. Well, Lady Mary. She was a little bit overwhelmed. Because Mr. Fox had the three things she needed in a man. All the women in the room, you know what this is. But I will explain it to them. The three important things that women in general, and Lady Mary especially, look for. One, he was exceptionally handsome. This is important, yes? This nod's over here. Ma! Pour te récompenser! Pour te récompenser, il a décidé de te donner un enfant! Tu auras un enfant! Maintenant, j'ai pas! Mais attention, quand ton enfant viendra, il ne devra jamais être touché par une seule goutte d'eau de pluie! Tu m'entends, Nana? Sinon, un grand malheur va se produire. Tu as compris? We zijn met 107 leerlingen hier vandaag, dus zowel leerlingen uit de economische richting, Latijn, wetenschappen, humane wetenschappen. En dat is ook voor hen een hele belevenis om hier natuurlijk aanwezig te zijn. Ik ben Lien Ketelslegers en ik kom ook uit Beringen. En dit is de eerste keer dat ik hier kom. En in de voormiddag hadden wij het Engelse verhaal van Sophie, Gods and Goddesses. En persoonlijk vond ik het heel goed. Ze sprak prachtig Engels, echt. Ik vond het echt heel mooi. How do I kill my own father? Do I cut his head off? Stab him? Ze voelt dat daar wonen dan al die mensen, dus de aantrekkingskracht was nog groter. Ze komt daar zo raam kijken naar binnen, ziet niemand. Komt naar een deur, duwt er tegen haar. Die deur gaat een beetje open, ze kijkt naar binnen, er is niemand. Ze glipt naar binnen, sluit de deur, wacht af. Hij gaat zo. Il tombe dans la main de Dieu. Et il entend la voix divine qui descend du haut de la voûte céleste et qui lui dit Adonai. C'est Dieu quand même. Hein? Qu'est-ce que tu fais dehors par une nuit aussi noire?